Volgend jaar mogen winkeliers geen plastic tasjes meer meegeven aan klanten. Vindt u dat niet belachelijk? Nee. Waarom niet? Omdat iedereen die dingen over een manier gooit. Nou, ik vind het wel goed. U vindt het een goed idee? Ja, natuurlijk. Voor het milieu is het prima. Hartstikke goed. Ik vind het wel een goed idee. We zullen toch verpakkingsmateriaal moeten hebben, toch of niet? Ja, anders kan het natuurlijk niet. Dus, een slecht idee. Een slecht idee. Ja, heel goed idee. Maar je hebt alternatieven voor plastic tasjes. Die moeten de winkeliers dan maar gaan verkopen. Nou, het is heel onhandig als je je tas vergeten bent en je hebt spullen. Dat je dan niets anders hebt om in te pakken dan dozen. Dus, maar je hebt ook biologisch afbreekbare tassen. En ik vind dat een alternatief. Kan je wel kopen natuurlijk, hè? Hoe gaat u dat dan oplossen? Dan moeten de mensen zelf maar een tas meenemen. Dan doe ik het t-shirtje wel in je tas. Dan is het probleem opgelost. Het scheelt mij elke maand €24 een tasje en het plastic tasgeld. Dus, u vindt het gewoon een goed idee? Ik vind het een heel goed idee. Ja, prima. Ja. Wie dat bedacht hebt, verdient een pluim. Ze mogen wel plastic tassen verkopen, maar daar moeten ze dan geld voor vragen. En wat, ja, denkt u dat het gaat werken? Ja, dat weet ik niet, maar soms wel. Dat was vijf. Toen vergeten eigen tas mee te nemen, nou, jij moet wel. Ja, dan moet je er echt in kopen. Ja, maar die moeten dan wel verantwoord zijn. Dus biologisch afbreekbaar zijn, vind ik. Ik vind als er plastic tassen gebruikt worden, moeten ze verantwoord zijn. En betaal er dan maar voor. Ik vind het ook niet goed dat ze zomaar altijd meegegeven worden. Want dat is echt een punt. Als tasjes er liggen om te pakken, dan zie je zelfs dat mensen ze gewoon extra meepakken voor thuis om het vuil in te doen of zo. En bent u zelf al goed bezig? Ja. In de auto, achter mijn auto, meteen boodschappentas eigenlijk. Dat is dus een goede tip. Leg een boodschappentas in de auto. Ja.